We zijn in het MSK. Mijn vriend en ik, wij doen graag trage dingen op zondag. Op zaterdag doen we boodschappen en trekken we de stad in. Maar op zondag lezen we de krant en drinken we koffie en maken we een wandeling en gaan we naar het museum. Niet alleen hangt het hier vol met technisch echt fantastische werken, ze zijn ook allemaal heel verhalend. Dus je kan er van alles rond fantaseren. Mijn vroegste museumherinnering situeert zich buiten in het Middelijnpark. Ik was denk ik nog een kleuter en we zien in het midden van een grasveld op een hoge paal een klein vogeltje zitten. En als je op de knop drukte, dan begon dat vogeltje te bewegen. En ik wist toen nog niet dat dat een werk was van Panamarenko, maar ik was er enorm door gefascineerd. Ik ga eigenlijk altijd in gezelschap naar het museum, maar eens we in het museum zijn, laten we elkaar wel los. En ik vind dat ook wel echt belangrijk, dat je je eigen tempo kunt aanhouden. En dat ik alles eigenlijk alleen kan beleven op het moment zelf. Ik vind dat stilte wel bijdraagt aan je museumervaring. Er zijn niet veel plaatsen waar ik nog zonder gsm rondloop of niet de hele tijd ben afgeleid door berichtjes die ik krijg of zo. Maar in het museum let ik er echt op dat ik mijn gsm op stil zet en dat ik echt met aandacht naar alles kijk. Hier in het MSK hangt een heel groot werk, Kraam van een visboer, van Adriaan van Utrecht. Het is een heel groot werk waarop allemaal dode vissen te zien zijn, heel gedetailleerd. Maar wat je niet direct ziet, is dat die vrouw eigenlijk bestolen wordt door een klein jongetje in de linker onderhoek. Ik zie er een heel ander verhaal in. Ik zie die rijke vrouw die voor één keer haar bediende verlof heeft gegeven en zelf nog eens naar de markt gaat. Ze heeft haar mooie handschoentjes aan en haar kekke schoentjes. En ze staat daar tussen die ranzigheid van die markt heel zorgvuldig vissen uit te kiezen. En ik zie haar dan s'avonds nog een bereiding maken van vissenkop met frietjes of zo, haar lievelingsgoorgerecht.